Vaak komen mensen langs om hier te kijken en die verbaast zich dan over de zelfstandigheid van kinderen en hoe kinderen hier werken in die grote open ruimtes. En dat begint al bij de kleuters. Daar zit een opbouw in van groep 1 tot en met groep 8. Nou, we proberen de kinderen hier zelfstandig te laten werken. Wat daarbij belangrijk is, dat kinderen ook beseffen dat ze voor zichzelf op school zitten. Hier heb ik wel eens met iemand anders een kikker gevangen. En toen ging de kikker kussen. Wat denk ik heel fijn is op de werkplaats, is dat er heel erg naar de kinderen gekeken wordt en naar de belevingswereld van de kinderen. Dus wat is voor kinderen de fijnste manier om te leren? Dus er wordt niet alleen maar aan een tafeltje gewerkt en instructie gevolgd, maar kinderen mogen ook op andere manieren leren. De kookploeg komt ook langs met iets lekkers wat ze hebben gebakken. De manier waarop wij werken vraagt om een gebouw waar je veel diverse plekken hebt om te kunnen zitten. Wij willen heel graag dat kinderen zich kunnen ontwikkelen zo breed mogelijk. Dus er is een gedeelte wat moet van ons. En daarnaast is er een deel waar ze zelf wat meer regie in hebben. Het is wel bijzonder om te merken dat de waarden van deze school eigenlijk nog steeds stammen uit de tijd van boeken. Wat je met de tradities aan de kinderen meegeeft is iets waardevols, omdat ze dat herkennen van vader, moeder, grootouder en uit de geschiedenisboekjes van de school lezen. En je helpt ze ook te vieren en stil te staan bij belangrijke momenten. En dat doen we bijvoorbeeld bij de hoofdplons aan het eind van het jaar. De dag vieren dat het jaar weer goed is afgerond. Onder de bogen gaan dat je van de ene kleurgroep naar de volgende groep gaat. Of dat je met z'n allen viert dat de groep 8 werkers naar het voortgezet onderwijs gaan. Je viert het met lintendans, waarbij we het vieren en het dansen heel erg naar buiten brengen. En dat het ook van jong tot oud allemaal waardevol is om te laten zien waar je goed in bent of waar je nog in kan leren. Het zijn zo van die tradities die ieder jaar weer terugkomen. En dat is heel erg rijk en waardevol voor ons onderwijs. Skeletten en opgezette dieren. Heel erg goed. Ontdekkende leren, ja, daar leren ze het meeste van.